Binnen e-Evolution maken we een bundel van verschillende technologieën, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Binnen het project Resilient, wat we proberen op te lossen, is dat mensen met mild cognitive impairment langer thuis kunnen blijven wonen door middel van ondersteuning van het zelfmanagement. Het postcardproject richt zich op mensen met geheugenproblemen, met milde cognitieve problemen. Onze focus is vooral ligt vooral op het begeleiden van de zorgverleners rondom de senior die hulp nodig heeft. Met eWare proberen we een oplossing te vinden voor cliënten met dementie die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen. Dat ze de beste zorg krijgen, dat er toezicht is, dat je het gevoel houdt, dit gaat nog goed. En wanneer het niet goed meer gaat, dat je daar op tijd op in kan grijpen. Als concreet voorbeeld, van stel dat iemand met dementie wat agressief reageert, dan kun je van andere mensen leren hoe je in dat soort situaties als zorgverlener je het best kunt opstellen. Een concreet voorbeeld is dan bijvoorbeeld ondersteuning bij de voeding. Goed eten en op tijd eten, dat gestimuleerd wordt door middel van specifieke apps die op een senioren tablet pc worden aangebracht. Een van de mooie oplossingen in een project is het horloge. En daarmee kunnen mensen in een noodsituatie erop drukken en dan gaat er een alarmsignaal naar de zorgverlener of naar de mantelzorger. En het bijzondere aan deze oplossing is dat het binnenshuis en buitenshuis werkt. Door sensoren in huis krijgen we een beter beeld hoe het eruit ziet en dan kunnen we suggesties geven via Tiny Boltessa, waar mensen een compliment kunnen krijgen of een suggestie om iets aan te pakken, bijvoorbeeld iets te drinken, te nemen of meer te bewegen. Binnen het postcardproject werken we samen met bijvoorbeeld kennisinstelling Filans, met de universiteit, met de eindgebruikers en ook een ziekenhuis in Genève. Binnen het project werken we onder andere samen met Italië en Noorwegen. We werken samen met zorgorganisaties in Nederland en in Italië. Wat me opvalt binnen de Europese samenwerking is dat verschillende landen eigenlijk nog best wel veel verschillend vertonen wat betreft de manier waarop ze technologie willen gebruiken en ook waarop het kan worden uitgeprobeerd tijdens zo'n project. Door met Europese partners samen te werken krijgen we beter inzicht hoe in andere landen sommige dingen beter worden opgelost en ook omgekeerd waar de kracht in Nederland ligt. Doordat je internationale partners hebt, kun je heel goed inspelen op die nationale dynamiek die bijvoorbeeld in Italië, in Zwitserland of in Nederland aan de hand is. Het voordeel voor zorgprofessionals in Nederland is dat technische oplossingen eerder naar Nederland komen. We zijn eerder op de hoogte van wat er speelt in de andere Europese landen. Het is vaak ook echt inspiratie om te zien hoe dingen beter kunnen worden aangepakt.